Het nieuwe schooljaar 2020-2021 is vandaag begonnen. De eerste groep leerlingen van de basisschool die naar school mochten, zijn die van de 7e en het 8e leerjaar, oftewel de 5e en 6e klas. Om de eerste schooldag bijzonder te maken, hebben de minister van Onderwijs, Marie Levens, en president Chandrika Prasad Santokhi een bezoek gebracht aan 5 scholen in Paramaribo. De scholen die bezoek kregen van de presidentiële delegatie zijn Milo Flora aan de Lantanastraat, het SPI, de Polanen, Sri Vishnu en de Kennedy School. Het staatshoofd heeft aan elke school symbolisch een doos met mondkapjes overhandigd. Minister Levens vindt het belangrijk naar de scholen te gaan en de leerkrachten persoonlijk te bedanken voor hun inzet. Want je hebt er geen hoogte van. Van hoe mensen zich hebben ingezet in de vakantie en de afgelopen weken om dus de school klaar te krijgen. En het is niet helemaal gelukt natuurlijk, maar het gaat mij voornamelijk om het feit dat mensen zin hebben om het goed te doen. Als de wil aanwezig is, hebben we al de helft van het werk gedaan, ook al is het niet helemaal af. De bussen hebben bijvoorbeeld vandaag niet gereden, niet alles is af, maar de spirit die er is bij de leerkrachten en bij de leerlingen, dat geeft ons gewoon die kracht om echt door te gaan. En ik dacht van, ik moet er persoonlijk bij zijn om ze te bedanken. En waaraan denkt u dat het ligt dat het schoolvervoer niet heeft gereden vandaag? Het zal meerdere redenen hebben. Een van ze is dat we net zijn aangetreden en we dus met toestemming van de Nationale Assemblée pas aan geld konden komen. En nu is een deel van de middelen al betaald aan de bussen en we zorgen dus dat het verder ook in orde komt. Het staatshoofd geeft aan dat hij op de eerste schooldag de kinderen wilde ontmoeten en hen samen met de leerkrachten motiveren. De president merkte op dat bijkans alle scholen zich hebben voorbereid op het nieuwe normaal. Niet alleen de rest van de samenleving moet zich aanpassen aan het nieuw normaal, maar ook het onderwijs moet naar het nieuw normaal, zegt Santokhi. En mijn complimenten aan de minister met haar team en de schoolleiding dat jullie ingespeeld hebben op het nieuwe normaal. Qua inrichting, qua klassengrootte, maar ook qua onderwijsprogramma. Alles zal anders zijn. We zullen gebruik moeten maken van moderne technologie. We zullen gebruik moeten maken van radio- en televisieonderwijs. Onderwijs via smartphone, laptop. Alles wat ingezet zal moeten worden om te zorgen dat u onderwijs krijgt. President Chandrika Prasad Santokhi vanmorgen tijdens zijn bezoek aan 5 verschillende scholen in Paramaribo. De president en de minister van Onderwijs vonden het belangrijk de leerlingen en leerkrachten op de eerste schooldag te ontmoeten en te motiveren.